kabinet slaat de bodem weg onder de bijstand. Ze zorgt ervoor dat gezinnen gespleten worden. Ze remt de vooruitgang. En ze ondermijnt het minimumloon. En wat doen de partijen? VVD heeft zijn zin. CDA verloochent zijn idealen. En de PVV doet alles ervoor om allochtone ouderen te pesten. Het zijn vreselijke maatregelen. De bijstand wordt lager. Mensen kunnen niet meer rondkomen van de bijstand. Zelfs niet als je kijkt naar het Nibud. Ze ondermijnt uiteindelijk het minimumloon. Omdat ze mensen verplicht te werk stellen. Maar daarmee zorgen ze ervoor dat mensen die nu nog een normale baan hebben voor een normale CEO dat verliezen. Ze zorgen ervoor dat ze gezinnen splijten. Heel veel gezinnen zullen uit elkaar vallen door de maatregelen die ze nu nemen. En ze remmen de vooruitgang. En dat vind ik nog het meest vreselijk. Want kinderen van arme gezinnen die gewoon werken. Bijvoorbeeld een meisje in de Zeeman. Die werkt voor 1300 euro. Die moet het hele inkomen inleveren omdat haar moeder toevallig in de bijstand zit. Wat is de kans van zo'n meid om uiteindelijk een zelfstandig bestaan op te bouwen? Dit is terug naar de jaren 50. Gruwelijk.